Yo volgers, mijn naam is Stijn, tof dat je kijkt naar deze video. Deze video is all about bedrading. De hele bedrading van deze bromfiets zit er een soort van in. Ik heb hem destijds gecombineerd met een stukje oud van mijn oude bouw, zeg maar toen ik hem kocht. En dat was drie keer niks, dus het is één chaos. En volgens mij is dat bij meerdere van jullie het geval. Gelukkig dus dat ik het ook heb, want in deze video gaan we dus A tot Z, letterlijk, in ieder geval in eerste instantie de basis van bedrading aanleggen. Bedradingsschema's, een blog, info, alles kan je vinden op onze website, linkje hieronder in de beschrijving. Laten we dus eigenlijk gewoon wat we letterlijk hebben uitgelegd, online in de blog, in de praktijk laten zien. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt, druk op die bel en laten we beginnen met deze video. En zet in de comments als je iets anders wil weten. Benodigdheden, laten we daarmee beginnen, achter mij. Hele hoop draden, allemaal verschillende kleuren. Want als je een bedradingsschema erbij pakt, dan zal je automatisch zien dat het soort van makkelijk gemaakt wordt door te zien dat een geel bijvoorbeeld verlichting is, dat een rood bijvoorbeeld plus is, of groen of zwart misschien je massa. Vanuit de basis zit hier de meeste bedrading. Aan de rechterkant zit je carburateur, aan de linkerkant zit bij de thermos de bedrading. Een heel deel hiervan is dus niet zoals het hoort en dat is precies de reden waarom we het er allemaal uit gaan plukken. Hier zit een stukje bedrading naar achteren natuurlijk, voor je knipperlicht erachter, voor je achterlicht, voor je kentekenverlichting, waarschijnlijk in je achterlicht. Er zit hier nog een startrelais met weet ik hoeveel stekkers, kan er tussenuit, daar zijn we vanaf gestapt. Het is gewoon lekker een kick and that's it. Dus dat is iets wat er voor nu sowieso tussenuit gaat en we beginnen sowieso met de basis. Gewoon simpelweg een kill switch die zegt wanneer die wel of niet aan mag. Verder, mocht het je misschien al op zijn gevallen, zag je geen bedrading zitten bij mijn stuur. En dat komt omdat alle bedrading ik destijds met mijn pa er tussenin heb geduwd of in het stuur heb gedaan. Ik heb een extra gat geslepen, geboord, weet ik veel, bij de kroonplaat. Dus op het onderste stukje van het stuur en daarna twee gaten daar en daar gemaakt. Vervolgens loopt alle bedrading door het stuur heen en dan vervolgens naar beneden de lamp in. Enige issue was dat op een gegeven moment dus ik een draadbreuk had. Dat is een van de redenen waarom we dit dus ook hierop doen. Eerder had ik op het stuur de semi-nieuwe schakelaars. Ga je echt oldschool, dan heeft Thomas Shop gewoon nog de originele Thomas schakelaartjes. Sexy. Alle functietjes erop. Daarmee dus licht uit, standaard, standaard en groot. Doe je motortje uit of je tutert. En dan heb je hier logischerwijs knipperlichten. Nou, deze twee schakelaars, hartstikke tof. Maar er zijn kleine putjes zeg maar erin en dat zijn soldeerputjes. Daar moet dus tin in, daar moet je draad in en dan zit het vast. Dus we gaan solderen. Oké, voor jullie hier kan je net een stukje zien. Dit is de Thomas Wiring Diagram en een van de drie, als het goed is op onze blogpost. Vier. In die blogpost dus, een hele hoop verschillende kleuren. Vraag is dan natuurlijk wel, heb je wel die kleuren? Nou, niet helemaal. Je kunt dus wel verder gewoon dit volgen. En Tim zal ook eventjes nu gaan toelichten met mij welke draden je dus hier en hierin moet solderen. Take it away. Bruin, dat is handig. Eigenlijk heb ik dat ook hier aangegeven als massa. Ik zou het overal gebruiken als massa. Deze rood gebruik ik als kill switch en daarbij ook als één deel van de knipperlichtkanten. Ja. Dan heb ik roze hier staan, maar dat hebben we natuurlijk niet. Dus daarvoor gebruiken we wit. Voor de rest gebruik je wit ook niet zo heel erg veel in de kabelboom, dus dat kan je dus voor andere dingen nog gebruiken. Oké, handig. Groen, dat is gebruikt voor de remlichten, dat zag je ook. Blauw gebruiken we voor groot licht. Ja, wordt vaak gebruikt jongens, andere brommers ook. Super handig. En geel is gewoon het standaard toevoer van licht. En dan heb je zwart als extra of als voor iets extra's eigenlijk. Ja, zij het voor massa alsnog, zij het voor misschien de knipperlichtrelais, andere toevoer. Maar goed, dat kan je dan een beetje zelf uitvogelen binnen dus de bedradingsschema's.
Dus, multimeter en doormeten. Waarschijnlijk ken je het nog niet en dat gaan we hier precies laten zien. Nou, super makkelijk. Je hebt twee draden. Die stopt de zwarte hier bij de kom. Je hebt er drie. En deze rode doe je dan bij de V-omega. Ding is, ohm. Anyway, dan draai je hem naar de weerstand. Dat is deze. Elke multimeter kan anders zijn, maar je moet in ieder geval naar het ohm-teken kijken. Nou, dan heb je de twee. Je hebt je min en je plus. En zo kan je eigenlijk kijken naar je multimeter. Kan je dingen doormeten. Dus ik heb hier een stukje metaal. Eén stukje, ander stukje. En dan verandert hij van getal. Nou, dan weet je eigenlijk dan dat hij... Dat er een connectie is, zeg maar, ja. Precies, ja, hetzelfde als je dit doet. Ja, dan direct aan elkaar, dan verandert hij ook. Eentje hoog, dan is dat zo. Nou, dat kan je bij alles doen. En zo kan je bijvoorbeeld weten of je... Als je kijkt naar deze... Kijk zo. Meet dit door. Nou, dit meet niet door. Dit meet niet door. Dit meet ook niet door. En dan kan je zo eigenlijk erachter komen welke connectie wel met elkaar doormeet op dingen dat niet direct duidelijk is. Dus, bijvoorbeeld op deze dingen. Houden we eentje daar zo bij de massa. Zie je, en dan hier merken we gelijk al van dat deze doormeet. En dat betekent dus dat als ik hem naar links aanzet, betekent dat die en die aangaan. En als ik hem naar rechts doe, zal het dus gelijk betekenen dat deze niet meer werken en die wel. Yes. En de buitenste daar? De buitenste die doet dan ook gelijk bij. Ja, precies. Die is voor de indicator, zeg maar, van die kleine lampjes die dan laat zien of je... Of het wel of niet echt aanstaat. Precies. Mensen, voor de duidelijkheid hier, je ziet hier drie draden uitkomen bij mijn ontsteking. Dit is een standaard ontsteking, geen pick-up, imitatie dus geen streepje, maar wel drie stuks, zodat je dus sowieso ook je accu zou kunnen bijladen en dus je ontsteking hebt en dus verlichting hebt. Dat zijn de drie die hier eruit komen. Schakelaar 1 zit op het stuur. En al deze draden gaan naar beneden, gaan we straks natuurlijk netjes hier langs het stuur laten lopen, langs de kroonplaat. Nou kunnen wij ervoor kiezen om ze hier in de eikoplamp te stoppen, maar gezien de rest van jullie wellicht die eikoplamp niet hebben, gaan we door, zetten we het hier ergens vast, komt die hier natuurlijk onder de kabelgeleider straks te zitten naar het blok bij de ontsteking. Nu zal je je waarschijnlijk afvragen hoe krijg je dit netjes weggewerkt. Zoals ongeveer dit zal dan natuurlijk nog wel even netjes langs je stuur moeten lopen. Dit is wat je eerst hebt. Je gaat een aantal draden, dat ga je zien met je bedradingsschema, aansluiten op je schakelaars. Afhankelijk van wat je allemaal wil, dat werkt. Maar vervolgens wil je dit netjes wegwerken. Nou bestaan er krimpkousen en laten we dit eventjes gewoon een kabelhoes noemen. Een isolatiehoes. Dit is over het algemeen gewoon een hoes die... Dezelfde grootte blijft, je niet hoeft te verhitten, maar hij zal in ieder geval gewoon over al je draden heen gaan. Bij een krimpkous ga je er echt voor zorgen door middel van hitte dat het helemaal strak isoleert over een schakelaartje, over een draadje, over een stekkertje gaat. Met een combinatie van dit aan het einde en dit aan het begin creëer je je prachtige perfecte draadboom. Als je in eerste instantie weet hoe lang dit moet zijn of wil weten hoe lang het moet zijn, kan je natuurlijk gewoon het eerst even opleggen. Het laten verlopen richting je stuur naar tot hoe ver je wil dat het maar gaat. Knip je het af en vervolgens trek je het over je bedrading heen. Of duw je je bedrading er doorheen. Nu genereert dit sowieso stroom en dit wil eigenlijk stroom hebben om dit aan te kunnen zetten. Maar het moet niet te veel krijgen. Dit blok blijft gewoon vonken en naarmate je meer gas geeft, zal die nog meer vonken en dus nog meer stroom genereren. We willen dat dat niet in dit geval boven de 12 volt komt. Daarom heb je een spanningsregelaar. Goh, wat een timing. En met die spanningsregelaar zorg je ervoor dat die niet boven de 12 volt komt. Nou, vervolgens ga je dus in het schema, in het bedradingsschema zien dat draden eerst, in het geval bijvoorbeeld van de gele, naar de spanningsregelaar gaan. En vanaf het moment dat hij dan dus constant 12 geeft, gaat het omhoog,
krijgt hij stroom en kan je dan met een van die knopjes zeggen dat dat stroom verder moet naar een onderdeel. Je kunt het dus doen met een interferometer, je kunt het doen met een aansteker. Het is op zich het meest makkelijke om direct zeker te weten dat je niet alleen kan solderen, maar tegelijkertijd ook gelijk krimpkoust en het echt gelijk gewoon isoleert. Stap 1 voor ons nu eventjes om te kijken of het werkt, is dus lichttoevoer. We hebben de draden hier aangesloten zitten, maar wat is wat? Dat kan dus door het door te meten. Wij weten zelf, maar dat testen we daarna natuurlijk, dat bruin nu momenteel hier in Tim's hand de algemene toevoer moet zijn. Dus die gewoon stroom geeft en daarna kies jij wie die stroom krijgt. Dat kunnen we checken door daarna geel te pakken, wat in ons geval gewoon licht is, dim licht is. Dus pak Tim op de ene bruin en op de ander geel. Nu staat hij nog uit. Dan zie je dat er niks gebeurt op het schermpje. Maar klik ik hem naar dim licht. Zie je een verandering op het scherm. En dan vervolgens wanneer ik hem uitzet, jongens, dan stopt het weer. En weet je dus dat dat de verbinding is die je had. We'll be right back.